Wat krijgen we te zien? Zoals je al zei, we krijgen eigenlijk een, keu een, een kijkje te zien in de keuken van de BBC. He? Die probeert antwoord te geven op de vraag... hoe krijg je iemand die niet echt geïnterviewd wil worden toch je studio in? En hoe zorg je er dan voor dat hij veel meer vertelt dan hij eigenlijk van plan was? Ja. Want even die het. context, hè? Waar, waar speelt dit zich af? Hoe zat het ook alweer? Waar stromen we in? Oké, okay. de BBC wilde al heel lang een interview met Andrew. Want Andrew was een opspraak geraakt vanwege zijn hechte vriendschap tientallen jaren lang met de miljonair Amerikaanse pedofiel Jeffrey Epstein. Ja, en daar, wilde hij, uh, daar moest hij wat duidelijkheid over geven. Hè? Ja, nou, al jarenlang, al voordat de Britten zich echt bewust werden van die zaak, heeft de BBC uh, geprobeerd om hem er toch over te laten praten. En hij zei voortdurend, nee, dat doe ik niet, dat doe ik niet. Hij zei dat niet persoonlijk natuurlijk, daar had hij zijn mensen voor. Die zeiden, nee, dat gaat hij niet doen. Totdat alles veranderde omdat Epstein voor de tweede keer gearresteerd was. Hij was al veroordeeld voor uh, uh, seksueel wangedrag. Overtredingen. toen werd hij voor de tweede keer gearresteerd en overleed hij door zelfmoord in de gevangenis. En toen veranderde alles. Ja. Mm -hmm. Toen werd duidelijk, denk ik, bij Andrew en zeker bij het paleis... dat Andrew altijd geassocieerd zou worden met die Epstein. En dat het altijd als een wolk boven zijn hoofd zou hangen... Mm -hmm. dat er iets moest gebeuren en dat Andrew er niet vanaf zou komen... tenzij hij zelf open kaart zou spelen en erover zou praten. Ja.